Zo, ik zit hier in Zwolle bij gedeputeerde staten. Dan gaan we eens even kijken wat ze vinden van het autonoom rijden. En wat is je naam? Roy van Aals. En wat doe je bij gedeputeerde staten? Ik ben provinciaal statenlid voor de PVV-fractie. Oké. Wat was je eerste ervaring met elektrisch rijden? De controle overgeven aan de auto. Dat is een heel bijzonder moment, zeg maar. Dat je alles overdraagt en denkt van, doe jij het maar voor mij. Ja. Dat vraagt wel enigszins gewenning, zeg maar. Om, ja, je hebt het nu ongeveer 5 minuten gedaan, hè? Ja. Of 8 minuten gedaan. Ja, je went er heel snel aan. Je went er echt heel snel aan. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat wel de toekomst is. Dat je zelf. En dat elektrisch rijden. Ja, er zit eigenlijk weinig verschil of je nou, ik rij zelf diesel, maar qua snelheid is het gewoon prima. Als je niet trapt, dan gaat hij gewoon. Gaat een beetje Ferrari effect, maar dan zonder het lawaai. Inderdaad. Oké, mooi. Dankjewel. Vandaag hebben de gedeputeerde staten een dag over slim rijden en schoon. Alles elektrisch gereden? Ja, zeker. Ja, een kleinere auto, maar wel elektrisch. Welke? Ja. De BMW i3. Nou, gaan we deze ook eens proberen. Ja, zeker. Oh, u houdt wel van snelheid, geloof ik. Ja, ja, ja. Welke partij zit nu in de auto mee? Nee, dit is de Statengriffie. De Statengriffie. Oké, met de Griffie en de leden, ja. Probeer nog even kijken of dat voelt. Normaal krijg je dan een glimlach, maar bij jou, je kijkt heel serieus. Oké, nu mag je het onderste knopje, het onderste pookje, onder de richtingaanwijzer, oh ja, twee keer naar je toe doen. Ja, twee keer naar je toe. Ja, en dan loslaten. Nee, nog een keer. Ik corrigeer. Nog een keer, ja, twee keer. Ja, en dan loslaten. Even laten gaan. Voor de Griffie is dat moeilijk. Ja. Ja, even die handen gewoon even op de... Ja, dit gaat gewoon goed. Ja. Zelf rijden. Dit moet je nog even onthouden. Straks is dit gewoon, wordt het heel bijzonder dat je gewoon de auto, dat je het stuur nog wat vasthouden. Dat wordt gewoon, normaal is het zo dat auto's zelf gaan rijden. Ja. En dat je zelf op een gegeven moment nog op speciale plekken iets mag doen. Oké. Zelf even laten stoppen. Ja. Geloof je niet? Ja, ik ben overtuigd. Oké.